Grote kerk van Apeldoorn, minutieus nagebouwd. En mogelijke sloop theehuis stuit op verzet. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. In het tuinhuisje van de 76-jarige Jacques Thorn uit Uggelen staat hij te pronken. De grote kerk van Apeldoorn in het klein. Toch begon bouwer Jacques Thorn niet met de kerk, maar met het orgel van de kerk. Omdat kerkorgels hem enorm fascineren. Ik woon hier nu 35 jaar en ik ben op zoek gegaan naar Apeldoorn. En dan kom je automatisch bij de grote kerk aan de Lolaan uit. En toen ik er binnenkwam, toen zag ik een geweldig orgel. En tot mijn geweldige verrassing zat er ook een geweldig goede organist. Dat was Jan van Geen, die inmiddels 2 jaar met pensioen is. En daar heb ik jaren van genoten. En ik was zo dol op zijn orgelmuziek dat ik heb daar ook les genomen. En hij heeft me heel veel geleerd over alles wat met orgels te maken heeft. Dat heeft geleid tot het maken van een miniatuur van het orgel van de grote kerk. En daar heb ik 10 jaar over gedaan. En toen dat klaar was, toen dacht ik, nou, wat ga ik nu doen? En toen heb ik besloten om het exterieur van de grote kerk maar eens na te gaan maken. Ook omdat wij daar kerkten. En daar ben ik ook 10 jaar mee bezig geweest. En dit hier is ongeveer het resultaat. De kerk heeft Jacques Thorn minutieus tot in detail nagebouwd. De kerk heeft een schaal van 1 op 40 centimeter en heeft een afmeting van 1,75 meter hoog, breed en lang. Bij de bouw van de kerk liep Jacques Thorn tegen technische problemen aan. Welke materialen heeft u hiervoor gebruikt? Het uitgangspunt bij de bouw is voor mij geweest om zoveel mogelijk die materialen toe te passen die in het echt ook zijn toegepast. Dus steen is steen. Glas is glas, hout is hout en metaal is metaal, koper is koper enzovoort. Dus, en dat is aardig gelukt. En ik zie ook dat er allerlei lampjes branden, elektriciteit. Ja, dat was voor mij ook een niet bekend terrein. En gelukkig heb ik een zwager die is elektronicus, dus ik heb heel vaak aan de telefoon gehangen. Hij woont helaas niet in de buurt, dus dat moest telefonisch. En die heeft me heel goede tips gegeven. En die heeft mij geholpen met het aanleggen van die elektriciteit. Maar ja, de lampjes die moest ik wel zelf maken, want die zijn natuurlijk niet te koop. Er is geen enkel onderdeel van deze kerk te koop. Je moet alles zelf ontwikkelen en maken. En zo heb ik ook de lampjes zelf gemaakt. En je loopt dan tegen problemen aan, want ik ben van huis uit bedrijfseconoom. Maar van techniek heb ik weinig kaas gegeten. En dan moet je gaan solderen. En dan loop je tegen een probleem aan, dat als je het gesoldeerd hebt, dan zitten er van die grote klodders solderen aan. En het was geen gezicht, dus dan zoek je een andere weg, ga je verder zoeken. En dan krijg je tips en iemand zei, joh, dan moet je het misschien hard solderen. Ik zei, ja, wat is dat dan? Nou, hard solderen, dan moet je het verhitten tot 624 graden en dan met zilverdraad en dan legeert het prachtig. Heel stevig, veel beter dan lijm. Maar dan ben je een paar maanden verder voordat je het hard solderen onder de knie hebt. Maar uiteindelijk is dat ook gelukt en de lampjes branden in ieder geval. De kerk blijft voorlopig in zijn tuinhuisje staan waar mensen hem kunnen bezichtigen. Jacques Thorn gaat zich nu op iets heel anders storten. Komt er nog een volgende project aan? Voorlopig niet. Ik heb wat dat betreft nog niets in mijn hoofd zitten. Wat ik wel ga doen is een groot aantal achterstallige dingen ga ik rechttrekken. Ik heb een vrij grote tuin en er zijn wat bomen omgevallen. En er moet achter in de tuin heel veel gesnoeid worden. Dus voorlopig ga ik mijn aandacht daarop concentreren. Het oude theehuis in Park Bergen-Bos staat letterlijk weg te rotten. Het is eigenlijk rijp voor de sloop. En met die gedachte speelt ook de gemeente, maar stuit op hevig verzet van een grote groep Apeldoorners. Wat vindt u er nou van als u dit zo ziet? Betreurenswaardig. Als Apeldoornse schaam ik me hiervoor. En ik denk dat de gemeenteraad van Apeldoorn zich driedubbel mag schamen. Is het te laat? Ik vrees van wel. We hebben als vereniging in 2011 een brief gestuurd naar burgemeester en wethouders en gevraagd, doe hier wat aan. Nu kan het nog, doe hier wat aan. We hebben contacten gehad met gemeenten, gesprekken gehad. Het is altijd het geldplaatje natuurlijk. Het heeft ondertussen
jarenlang, tientallen jaren lang achterstallig onderhoud. En het is nu in een staat gekomen dat ik denk van ja, als je hiermee gaat beginnen, waar begin je aan? Ik ben bang dat we te laat zijn. Wat is de staat nu van het huis? Nou, het is heel slecht. Ik neem aan dat je al even gekeken hebt. Het dak moet nodig vernieuwd worden en de kozijnen, daar kan je bijna met een schroevendraaier gal doorheen prikken. En de rest van het hout, ik geef er geen cent voor, eerlijk gezegd. Het theehuis kent een lange geschiedenis, want het is net na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het hele park is in de begin 30e jaren aangelegd. En in het kader van de werkverschaffing zijn Apeldoornse mannen opgetrommeld en hier aan het werk gezet. De vijver is gegraven, paden zijn aangelegd. En in het verlengde daarvan is na de oorlog dit theehuis gebouwd, neergezet. En dit heeft ook gefungeerd echt als een theehuis. Er was een grote bloemententoonstelling. We hebben de Avro-landdagen gehad. Heel veel activiteiten. Lumido, de Apeldoorners, die kennen het allemaal wel. Een prachtig park. Maar ook dit theehuis heeft heel veel dienst verleend aan de Apeldoornse bevolking. Als echte Apeldoorn, ik ben geboren getogen in Apeldoorn, denk ik dat ik samen met heel veel andere Apeldoorners het theehuis echt herken. Dat is echt iets Apeldoorns en heel veel herinneringen. Ja, hoe ik het liefst zou willen hebben, en ik denk de rest van Apeldoorn ook, is daar weer een mooi opgeknapt theehuis. Ja, dat gaat dus niet gebeuren zonder dat er een investeerder komt of zonder dat de gemeente er geld in steekt. Is de gemeente daartoe bereid? Ja, daar zijn we nu naar aan het kijken. Alle Apeldoorners weten ook, geld als gemeente, dat hebben we niet in overvloed. Dus we zullen keuzes moeten maken. Nou, daar zitten we nu middenin om te kijken, wat kunnen we, wat willen we daar doen. En uiteraard is het liefst zorgen dat het theehuis opgeknapt wordt. Gaat er nog een monument worden? Vanuit de gemeente gezien zeer waarschijnlijk niet. Die kans is gepasseerd. Had een gemeentelijk monument kunnen zijn. De enige kans om monument te worden heeft het naar mijn idee nu om het een natuurmonument te maken. Want ik zie zelfs berkenboompjes op het dak groeien daar. De sloop die lijkt nu onvermijdelijk zoals het er nu bij staat. En dat zeggen ook andere organisaties. Hoe ziet u dat? Ja, ik snap dat ze dat zeggen, maar ik doe mijn uiterste best om te kijken hoe het dan toch nog wel kan. Maar ja, je zegt terecht, het is geen makkelijk proces, het is niet voor de hand liggend. Er worden intussen allerlei ideeën bedacht om het theehuis te redden, zelfs uit het park zelf. De bosbeheerder zei dat het misschien met hout vanuit Bergen-Bos kan, is dat volgens u een optie? Ja, ik had die nog niet gehoord, ik vind het wel een heel leuk idee. Als je het over duurzaamheid hebt, dan is het helemaal een mooi voorbeeld. Denk even of dat nou zo'n groot financieel voordeel is dat het dan opeens wel kan, vraag ik me ook af. Maar als we het voor elkaar kunnen krijgen, dan wil ik daar zeker naar kijken, want dat is natuurlijk een heel leuk verhaal. Hoeveel snelheid is erbij geboden? Hoe lang kan het gebouw nog zo blijven staan? Dat durf ik niet te zeggen, ik ben geen bouwtechnicus, maar het is wel duidelijk. Ik zal het afkloppen, maar ik neem aan dat het morgen niet instort. Het is wel duidelijk dat we nu een keuze moeten maken, want we kunnen de situatie waar het nu is, kunnen we niet nog jaren zo laten gaan. Dus op een gegeven moment moet je ook een keuze maken, wat gaan we doen? Eind dit jaar komt de gemeente met een standpunt wat er met het theehuis gaat gebeuren.